Maar ik kon niet laten om het toch op te maken. Zo, die krultang, hij is echt... Oké, de outfit van vandaag. En dat kan ik niet lezen. Wij hebben net eindelijk de Hunger Games afgekeken. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb net gedoucht en ik ga me even opmaken. Wel, ik denk dat ik me half opmaak nu. Vanmiddag gaan we weg. Dus ik denk dat ik dan de rest doe. Zo, echt, ik moet zoveel concealer als ik wil dat mijn huid een beetje normaal lijkt. Echt, het is drama elke keer. Ik weet niet waarom. Het wil ook niet weg. Maar goed, in ieder geval vast even de basis opzetten. En dan denk ik dat ik het vanmiddag mooi afmaak. En dan denk ik dat ik ook even mijn haar ga krullen. Ik heb die nieuwe krultang. Dus even kijken hoe dat dan met deze lengte gaat. Als het goed is, wel iets beter. Want die andere is voor de lengte die ik nu heb vrij dik. Maar over een maand of twee kan ik die dan weer heel goed gebruiken. Ja. En ik kon het, oh, ik moet echt mijn make-up niet in dit licht laten zien. Dat is zo erg. Maar ik kon niet laten om het toch op te maken. Nou, of het licht nou heel veel beter is, weet ik niet. Mijn haar doe ik straks. En als ik het niet vergeet, ga ik dan ook mijn outfit laten zien. Maar dat vergeet ik de laatste tijd heel vaak. En dan kreeg ik nu een commentaar op. En dat moet ik inderdaad ook echt wel weer vaker doen. Ik denk dat misschien ook omdat de laatste 3 weken gaat het natuurlijk lichamelijk wat minder. Dus dan vergeet je het helemaal. En ik heb vaak niet eens een outfit aangehad de afgelopen tijd. Dus ik moet dat eigenlijk gaan doen. Maar ik denk dat ik dat doe als dan ook mijn haar zit. En als ik accessoires doe en zo. Ik ga nu eten, want ik heb nog helemaal niet gegeten eigenlijk. Alleen met thee gedronken en gedoucht en aangekleed, dat soort dingen. En ik heb wel echt honger nu. Sarah en Marco die waren met een puzzel begonnen. Toen gaf Sarah het op en nu zijn wij dus bezig. Maar hij is echt moeilijk, want dit, oh, hij moet dus zo, maar kijk al die randjes. Dus het is echt een puzzel, deze puzzel. Oh, hier staat wel de afmetingen, dus als we niet meer weten waar die moet, kunnen we het afmeten. Nu toch eindelijk maar eten. Ik heb de puzzel met moeite even opzij gelegd. Zo leuk, deze telt dus gewoon af hoe heet hij nu is. Dus ik ben echt heel benieuwd. Hij warmt echt snel op trouwens. Zo, die krultang, hij is echt best ever. Echt, in 2 seconden zit die krullen er gewoon zo in. Ik ben natuurlijk nog niet klaar. Het zijn nu Roy Donders harde krullen. En dat is niet helemaal de bedoeling. Waar is mijn haarlak? Wat is dit? Vermont. Nee, ik moet geen Vermont. Ik denk dat die op is die ik zoek. Maar daar moet ik een nieuwe van hebben. Ja. Ik gebruik altijd mijn krullen geen Vermont. Ik heb deze nog van Sios. En dit is een standje 3. Dus, want ik vind het niet mooi als je krullen te stijf zijn. Er moet wel beweging in blijven. Dus eerst haarlak en dan losmaken. Maar echt, wauw. Hoe deze erin... Zit. Ik vind het echt geniaal. Zeker als ik hem dan nu loshaal. En echt, ik heb nog nooit zo snel mijn haar gekruld. Terwijl ik even in het begin wel moest zoeken. Om hem goed te krijgen, zeg maar. Hoe die lekker krulde. Want hij is echt de helft van... Nee, minder nog. Dan is echt meer dan dubbel zo dik. Maar kijk dan, het is toch fantastisch. Hij doet het echt zo goed. Ik vind het echt de aanrader van het jaar. Even ondersteboven. Want dan zeg ik, ik wil absoluut geen Roy Donders harde krullen. Dat vind ik zo niet mooi. Kijk, hij geeft echt een fantastisch volume. Ik ben hier helemaal happy mee.
vind ook de bovenkant zo nog een beetje meer volume geef. Dan grijp ik op alles mee. Zo hier. Een beetje structuurpoeder nog erin. Nou, die is ook bijna op. Lang leeft ook alles op voorraad, hè, maar... Ja. Zo, happy met mijn haar. En voor iedereen die dus eerder gemist had welke tang ik heb de Max Pro Twist 19 mm. Oké, de outfit van vandaag. Trui is van Karen Millen, broek Friends Connection. Dan heb ik sneaker wedges, want ik kan nog steeds niet op heel veel lopen momenteel. Tas Michael Kors. Wel grappig. Ananina en Pernil Corridon. En Ananina Pernil Corridon. En mijn ringen heb ik natuurlijk standaard om. Dus mijn trouwring en mijn samen met Sarah onze vriendschap mama ring. Mama en dochter ring. Een beetje. Oh. Nou, mag ik het ook even... Voordat hij ondersteboven zit. Happy birthday. Happy birthday. Zo, dat is een mooie. Je moet hem omdraaien, opa. Oké, nou toch eens eventjes. Kijken of opa het kan ontcijferen. Lieve opa Piet, gefeliciteerd met je verjaardag. Jij gaat met mij... uit eten. Zo. Je gaat met mij uit eten. Lief. Heidi, Wim, Natasja, Marco, Orlando. En dat kan ik niet lezen. Dat is Sarah. Wat ik. Kom eens wat. Wij zijn obsessed. Hij moet af. Maar echt. Dit. En hier zie ik de weerspiegeling. Die randjes, zeg maar. Die zijn echt wel moeilijk. Maar ik heb een systeem, dus we komen er. We zijn er bijna. Even kijken. Bijna, bijna. En Wim? Oh, welke ben jij aan het zoeken? Deze. Ja, ik ook. Dan ga ik even voor een ander kijken, want dat schiet niet op. En de laatste. Woehoe, we hebben hem af. Echt cool. Hij was best moeilijk. Ja. Maar we hebben hem gewoon wel in één dag. Halve dag. Halve dag. Yay. Wij hebben net eindelijk de Hunger Games afgekeken. En dat vind ik leuk. Ja. En ik vind het zo stom. We hebben die puzzel natuurlijk nu af. En dan ben je... Aan de ene kant helemaal blij dat de puzzel af is. Maar aan de andere kant denk ik dan ook, ja, ik vind het ook wel weer stom dat de puzzel af is. Want ik was er nog maar, weet je, dan ben je er nog te veel aan bezig. Handig, ik wil het in de vaatwasser zetten. Maar die had gedraaid toen we weg waren en hij is nog niet leeg. Maar daar heb ik nu geen zin in. Dus, het is ondertussen ook alweer best wel laat. Dus ik ga naar bed toe. Het is raar, morgen... is nog één dag schoolvakantie. Eigenlijk zou de school dan beginnen, maar Sarah had een studiedag. Dus die was dan morgen nog vrij. En daarna begint school weer, maar het begint toch ook weer niet. We gaan dan wel een werkboekje nog ophalen en dan heeft ze een rooster met thuiswerk. En we hebben natuurlijk online dingetjes en dat doet ze ook op de tablet. Maar het is gewoon raar dat school begint terwijl het ook weer niet begint. Dus ja, een beetje apart gevoel is dat. Maar ja, ik wil wel weer proberen om dan toch wel weer enigszins in het ritme te komen. Dus ik ga nu in ieder geval vroeger slapen dan gisteren. Nog niet heel vroeg, maar ook beter. En ja, dan kunnen we er morgen nog één dag van genieten. En dan gaan we proberen om het zoveel mogelijk in het normale ritme te houden. En dan nog, het is het 2 weken en dan zien of er weer school is of niet. Dus ik ga nu in ieder geval lekker naar mijn bedje toe. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!